Grote glimlach, gefeliciteerd. Dit was een belangrijke vandaag, hè? Ja, heel belangrijk. Tenminste, zeker op papier een direct concurrent. Ik heb op de ranglijst nog niet echt qua afstand, maar wij willen graag naar boven kijken. En met deze overwinning doen we dat ook echt. Wat gaf de doorslag vandaag? Ik denk dat we wel durfden te spelen in een goede teamspirit, wederom. Dus ik denk dat de doorslag gaf. Was het een lastige wedstrijd? Het was een concentratiewedstrijd. We gaven niet heel veel weg, zeg maar, voor mijn gevoel. We waren aan de bal, zeker de eerste helft, absoluut de beste. Maar we kwamen niet echt tot hele grote kansen. Ik denk 2-3 kansen die hadden kunnen zitten. Maar uiteindelijk een verdiende overwinning. Veel strijd, veel kaarten. Ja, ik denk dat voor mij wij alle kaarten gekregen. Volgens mij of zij eentje misschien. Ja. Maar we hebben een paar schorsingen, maar er komen er weer een paar terug. Dus wat makkelijk voor de trainer. Ja, jullie hebben heel lang eigenlijk de ranglijst, tenminste het erover praten, een beetje vermeden. Maar die eindfase komt eraan. Het wordt nou toch wel lekker interessant allemaal voor jullie. Ja, nee, klopt. Aan het eind worden de prijzen verdeeld. Hè. Dan wil je erbij staan. En wij zijn op hele goede weg. Dus we staan eigenlijk heel goed voor. Maakt het wat extra's los of geeft het juist extra druk? Nee. Kijk, we blijven gewoon normaal. We willen gewoon kijken van wedstrijd naar wedstrijd. En dat doen we nu ook. Dus ik denk dat we er heel goed voor staan. En wat ik zeg, we hebben een team die klappen kan opvangen. Ook als jongens wegvallen, komen er weer nieuwe. Ik denk een goede teamprestatie. Laatste dingetje, ik heb je er niet over gehoord namelijk. Ik ben wel nieuwsgierig. Heb je nog ergens een beetje gebaald van de voorselectie van het Nederlands elftal? Nee. Nee, absoluut niet. Kijk, ik pak lekker mijn vrije weekend en ik ben er helemaal niet mee bezig. En, het is mooi dat de andere mensen je naam noemen, maar voor mij, ik ben daar heel reëel in. En, ik ga lekker mijn vrije weekend genieten en met vrienden en familie, dus ik maak me er niet druk om. Geniet ook van de overwinning vandaag. Gaan we doen. Dankjewel.